Hoe gaat het met die QR-codes tot nu toe? Het gaat uitstekend met de QR-codes. De meeste mensen snappen precies hoe dat werkt. En dus we kunnen ze allemaal doorlaten en allemaal naar brood en de lekkerste haring van Leiden komen halen. Het staat wel een lange rij, maar dat is altijd zo. Het is altijd een lange rij, maar we doen ons best om het zo spoedig mogelijk te verwerken. Tweemaal. Hebben de Leidenaren een beetje honger? Ze hebben langer moeten wachten. Oh, de Leidenaren hebben zo honger. Kijk, in 1574 hebben ze natuurlijk een jaar moeten wachten. Dan was de helft van de bevolking ook uitgestorven. Maar nu hebben we er eigenlijk één jaar ook op moeten wachten vanwege de corona. Iets minder zware omstandigheden natuurlijk, maar je snapt het met een knipoog. En nu mogen we weer haring en hutspot en brood eten. Ja, komt u maar, geuzen. Eenmaal. Wat merk je aan ze? Nou, mensen zijn ontzettend blij. Het weer is natuurlijk ook fantastisch nu. Tijdens de hutspotavond was het, kwam met bakken uit de hemel, maar nu is het prachtig. En iedereen is blij en vol goede moed. En ik vind het geweldig dat we weer met z'n allen in die rij kunnen staan. Het ziet er toch even wat anders uit dan normaal, hè? Het ziet er heel anders uit, maar ze zijn schoon en rein. Het is echt, hoe fijn is dat in coronatijd, dat het toch nog kan dit, hè? Echt supergoed. Ik vind het echt een geniale oplossing. Het is van, zijn lekkere haringen. Zo ging het in 1574 niet, toch? Nee, dat is al een ander verhaal. Dat was armoede, hè? Dus rijkdom.